Vrijdag 12 september, dit is U Vandaag. Bestuur IJsselmeervogel stapt op na trainerscrisis. Leerlingenvervoer leidt onder zuinigheid van gemeentes. En kinderdagverblijf in Zeist zwaar gedupeerd door diefstal van springkussen. Goedenavond. Goedenavond. Het oorlogsdrama van Benschop leeft weer op. 9 dorpelingen werden vlak voor de bevrijding door de Duitsers vermoord. Benschop is een rustig dorp. Het geweld wat daar heeft plaatsgevonden in die februari maand in 1945 past hier helemaal niet. Ja, nu is hier een boek over geschreven. Straks meer daarover. Eerst ander nieuws van vandaag. Een 37-jarige man uit Houten die wordt verdacht van ontuchtige handelingen met kinderen, blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Volgens justitie zijn er voldoende verdenkingen tegen hem. De man hing rond bij basisscholen in de wijk Het Mos. Hij gebruikte zijn honden om kinderen te benaderen. Van een meisje dat de bal voor de dieren opraapte, zou hij de billen hebben betast. Er is 3 keer aangifte tegen hem gedaan. Oud-wethouder Dame uit Leersum wordt vervolgd wegens fraude. Hij zou ten onrechte kosten voor woon-werkverkeer hebben gedeclareerd toen hij als wethouder in Vlissingen werkte. Ophef over zijn declaraties kostte de Vlissingse burgemeester Roep uiteindelijk zijn baan. De Rijksrecherche heeft het declaratiegedrag van Dame onderzocht. De Leersummer staat volgende maand al voor de rechter. In Amersfoort is een stichting opgericht voor de zoektocht naar Hanno van Meel, die al 5 maanden wordt vermist. De stichting Vind Hanno gaat praktische en financiële ondersteuning geven in de zoektocht naar de Amersfoorter. Van Meel verdween op 12 april toen hij op weg ging naar een vergadering op zijn werk. Zijn auto werd een dag later teruggevonden in het bos bij de piramide van Austerlitz. Goed nieuws voor de fans van FC Utrecht. Doelman Robin Reiter blijft voorlopig bij de club. De keeper heeft zijn contract met 1 jaar verlengd tot 2017. Robin Reiter raakte 2 weken geleden geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen. Maar hij lijkt fit voor de wedstrijd van zondag. Dan speelt FC Utrecht thuis tegen ADO Den Haag. De voorzitter van voetbalclub IJsselmeervogels, Peter van Diermen, stapt op. En niet alleen hij, maar ook de hele technische commissie heeft zijn ontslag ingediend. Aanleiding is het vertrek van de kersverse trainer, Dogan Corneille. Ja, die werd vorige week ontslagen door het bestuur van de Spakenburgse topklasse, terwijl hij net begonnen was. Voorzitter van Diermen zei toen al dat het wel eens gevolgen zou kunnen hebben voor zijn eigen baan. Een week geleden op de Westmaat. Dogan Corneille krijgt er na 2 competitiewedstrijden zijn ontslag als trainer van IJsselmeervogels. Het resulteert in een opstand. Vanuit alle lagen van de club spreekt men schande over het ontslag van de trainer. Niet, er is voor mij maar 1 reactie mogelijk. Dat is de conclusie strekken en opstappen. En dat gebeurt. Voorzitter Peter van Diermen, bestuurslid technische zaken Marcel de Graaf en de voltallige technische commissie zijn opgestapt. Bezweken onder de druk wil de voorzitter het niet noemen. Nee, want in principe stonden we toen achter dat besluit en daar staan we nu nog steeds achter. De redenen waren ook zwaarwegend voetbaltechnisch van aard. En we hebben meer gekeken naar van hoe zijn we in die situatie terechtgekomen. Het bestuur had de TC vorige week na het ontslag van Corneille gevraagd het eigen functioneren te evalueren. Daaruit blijkt dat er bij de contractverlenging van Jan Zoutman, de aanstelling van Johan de Man en nu ook bij het contracteren van Corneille grote inschattingsfouten zijn gemaakt. Nou ja, je hoopt misschien wel dat de club, laten we zeggen, je kunt natuurlijk iedereen over één kam scheren. Bepaalde mensen dan wel misschien wel je het voordeel van de twijfel kunnen geven. Omdat, nou, je hebt hier wel te maken met een TC die in 10 jaar tijd heel veel ervaring heeft opgebouwd. Maar het krediet was op? Het krediet was op. Dat denk ik dat de constatering was. En dan moet je ook ruimte geven aan andere mensen om dan die plekken te gaan invullen. De komende tijd wordt die ruimte gecreëerd. De ploeg zelf zal daar niet op wachten. Want morgen is er gewoon weer een wedstrijd. Ja, en dan speelt IJsselmeervogels tegen de koploper Capelle. En dat doen ze dan weer onder leiding van de interimcoach Frans Adelaar. Door forse bezuinigingen zijn er steeds meer klachten over het vervoer van leerlingen. Gisteren hoorde u nog van een chauffeur die een gehandicapt meisje na zijn rit vergeten was. Ze bleef alleen in het afgesloten busje achter. Gemeenten kiezen voor leerlingenvervoer steeds vaker de goedkoopste aanbieder. Dat gaat dan ten koste van de kwaliteit. Voor veel taxibedrijven wordt het steeds moeilijker om voor minder geld toch goed vervoer te regelen. Linzen van der Tuin rijdt al 10 jaar voor Besseling. De laatste 2 jaar brengt hij gehandicapte leerlingen naar school toe en haalt ze weer op. Ga jij rijden, dan kan ik slapen. Nee, ga niet rijden.
Linzen vindt het onvoorstelbaar dat precies een week geleden een meisje met een beperking in een bus is achtergelaten. Je kijkt toch wel in je bus? Voor hem is het ondenkbaar dat hij een van zijn kinderen vergeet. Als ik leeg ben, dan loop ik altijd even de bus door. Of kinderen niet wat verloren zijn of vergeten zijn. Dus ik ga altijd even kijken of er nog spullen in de bus liggen. Vanuit de directie van Besseling wordt hier ook op aangedrongen. Zo wordt Linse vanuit het kantoor in de gaten gehouden. Als Linse te laat inderdaad zijn taximeter start, gaat er vanuit onze kant een telefoontje van: Linse, gaat het goed? Ben je al bij je eerste passagier of ben je er nog niet? Zo simpelweg inderdaad kan het gewoon zijn. En het gaat om leerlingvervoer, dat moet je begeleiden, dat moet je bewaken en dan moet je naar bovenop zitten. Het taxibedrijf krijgt van gemeente de opdracht om leerlingen te vervoeren. Maar die kiezen vaak de goedkoopste vervoerders. En dat maakt het voor Besseling lastig. Voor ons is het ook enigszins moeilijk. Naar eigen zeggen is Besseling niet de goedkoopste vervoerder. Maar kwaliteit heeft een prijskaartje. Chauffeur Linzen wordt regelmatig bijgeschoold. Wij hebben ieder jaar wel een opleiding. We hebben ieder jaar wel iets. Ruim voor het begin van de lessen komt Linzen aan bij de school. Doei! Als alle 5 kinderen de bus uit zijn, gaat hij weer naar huis. En dan drink ik een bakje koffie. En dan ga ik vanmiddag om 1 uur... ga ik weer terug naar de school en dan ga ik vrouwtje ophalen. De branchevereniging voor het leerlingenvervoer adviseert ouders om direct aan de bel te trekken als er klachten zijn. Zometeen het bloedige oorlogsdrama van Benschop in een boek. En kinderachtige dieven aan de haal met een springkussen. Het is vandaag precies 70 jaar geleden dat de bevrijding begon. De geallieerden staken in Limburg de grens over. Maar het zou nog maanden duren voor de Duitsers uit het hele land waren verdreven. Desondanks was de opwinding over de naderende bevrijding niet te stoppen. Het hele land was al op hol geslagen tijdens die dolle dinsdag. En in Benschop poseren de plaatselijke verzetsmensen en onderduikers kort daarna zelfs al voor een fotograaf. Maar de opmars van de geallieerden komt tot stilstand. En Benschop staat een bloedig drama te wachten. Het uur der bevrijding heeft geslagen. Het is door deze toespraak van premier Gerbrandy dat Nederland denkt dat de bevrijding aanstaande is. Overal gaan mensen de straat op om het te vieren. Ook in Benschop, waar half september deze foto wordt gemaakt van verzetstrijders en onderduikers. Wat de mannen niet weten is dat de foto ze een half jaar later in grote problemen zal brengen. Bram de Graaf schrijft erover in zijn boek Het drama van Benschop. Want het is een drama dat zich hier bij deze boerderijen voltrekt, februari 1945. Het verzet wordt verraden en de Duitsers doen een inval. Een aantal Benschoppers geeft zich niet over en begint te schieten. Totaal zijn er 3 Duitsers omgekomen. En die Duitsers die willen natuurlijk niet op zich laten zitten. Die zijn dus, hebben 30 man uit het dorp meegenomen. En die zaterdag erop zijn ze teruggekomen hier. En hebben 7 jongens, zaten in de, met een bus, en 7 jongens zaten daarin die ze opgepakt hadden. Die allemaal op de boerderijen waren geweest waar wapens waren gevonden. En zijn hier voor de hooiberg gezet en zonder pardon geëxecuteerd. In totaal worden die dagen 9 mannen gedood. En allemaal staan ze op de foto van september 44. De foto is bij de eerste inval in handen gekomen van de Duitsers. En die gebruiken de plaat om de verzetstrijders te identificeren. Ze hadden dus die gearresteerde mannen. Ze hoefden de foto naast te houden van jij hoort erbij, jij niet. En het is natuurlijk wel toevallig dat alle mannen die op die foto staan, of alle mannen die geëxecuteerd zijn, ook op die foto stonden. De mannen worden nog steeds elk jaar herdacht bij dit monument voor de boerderij waar ze zijn geëxecuteerd. Hun dood kwam hard aan in het dorp. Iedereen kende elkaar, dus iedereen kende die jongens. Dus het heeft een groot gat geslagen in het dorp. En tot op heden voelbaar volgens mij. Op de begraafplaats van Benschop liggen de stille getuigen van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Voor zijn boek heeft Bram met zoveel mogelijk mensen gesproken die nog in leven zijn en erbij waren. Die familieleden hebben verloren en dus weten wat er echt gebeurd is. Die het in ieder geval als kind hebben gehoord van de ouders of de mensen hebben gekend die een rol speelden in het boek. Die hebben nu als eigenlijk voor het laatst een verhaal kunnen. Het is voor de laatste mogelijkheid om een oral history zeg maar, te schrijven over wat er in Benschop in 1945 is gebeurd. Bram de Graaf zoekt nog steeds getuigen. Bijvoorbeeld mensen die vanuit IJsselstein op hongertocht gingen naar Benschop. Daar zaten veel boeren. Zijn boek verschijnt in april volgend jaar. Ja, dan staat het weekend weer voor de deur. Fijn, daarvoor Joepie. Aangeschoven. Jazeker, Nadia. Ja, wat kunnen we doen dit weekend? Ja, er zijn een hoop activiteiten in onze regio dit weekend.
Maar ik wil toch beginnen met het Junior Songfestival. Oh. Omdat er Utrechtse kanshebbers zijn? Jazeker. De 12-jarige Sam, die doet mee. Die staat dus morgen in de halve finale. Het Junior Songfestival is eigenlijk de Nederlandse voorronde... voor het Junior Eurovisie Songfestival. En dat is natuurlijk wel een big deal. En hij staat dus in die halve finale. Knap. Met zijn eigen geschreven nummer. Jij staat op nummer 1. Dat is het nummer. Ontzettend populair is hij ook bij de meiden. Mm-hmm. En hij heeft al heel veel fans en heel veel hits ook op YouTube. Meer dan 50.000 keer al bekeken. Zo. En hij was dus vandaag te gast bij Radio M Utrecht. Aan het programma Aan Tafel. En wij hebben daar beelden van. Laten we even kijken. Hij staat op nummer 1. Al een half jaar is Sam bezig met de wedstrijd. Van het schrijven van zijn liedje tot de halve finale waarin hij morgen mag schitteren. En met de halve finale voor de boeg beginnen de zenuwen wel steeds meer op te spelen. Ik ben heel erg gespannen voor de halve finale. Ja, echt. Ik dacht, het moet wel lukken. We hebben heel lang naartoe gewerkt, maar toch ben je gewoon zenuwachtig. Echt wel gek. Alle kandidaten van het Junior Songfestival stuurden een zelfgeschreven nummer in. Zo schreef Sam het liedje, jij staat op nummer 1, helemaal zelf. En ja, het gaat over een meisje dat ik voor het eerst zie, maar ik ben gelijk verliefd. Vooral de meisjes zijn natuurlijk razend benieuwd om welk meisje het in het liedje gaat. Ik heb niet speciaal het liedje voor iemand geschreven, maar het zou zo nog onbewust kunnen. Met alle optredens op radio en televisie wordt Sam langzaam een bekende Nederlander. En begint hij ook steeds meer fans te krijgen. Nog geen gillende fans voor de deur, wel veel op social media. Houdt alle opties open, de rakker. Ja hoor, dat is ook wel weer geestig. Ja. Ja, de halve finale is dus morgen om 7 uur bij Zep. Mm-hmm. Als hij door is, dan gaat hij door naar de grote voorronde, zeg maar. En dat is eind deze maand. Ja. Hey, het is ook weer kunstmarkt. In De Beeld ben ik vorig jaar geweest, heel gezellig. Ook veel muziek, maar er is nog veel meer te doen, hè? Ja, klopt. In het Boetselaarpark in De Beeld is dat. In 2001 zijn ze begonnen met het opzetten van de kunstmarkt. En het is echt gigantisch gegroeid inmiddels. Ze hebben ook heel veel artiesten die optreden. Mm-hmm. Dus het is niet alleen dat je kan schilderen. Maar je kan ook echt gewoon een dagje naar een soort festival gaan. En dat is ook goed te zien aan de bezoekersaantallen. Elk jaar komen er steeds meer mensen. Ja. Dus dat is een goed teken. En ze hebben ook een thema dit jaar. En dat is ontdek de kunstenaar in jezelf. Erg interessant. Ik weet niet of jullie daar al iets van gevoel bij hebben. De kunstenaar in jezelf wel, ontdekken. Kunstenaar nog niet helemaal. Nee, we voelen me toch iets meer bij de sport verwezen. Ja, toch? Ja, dat is ontzettend leuk. Als vorig jaar stonden tango dansers. Die dansen de tango bij een soort country bandje. Dat zie ik jou niet doen. Een wonderlijke combinatie. Nee. Ja. Nou goed, heel veel workshops dus. En het leuke is dat je ook kan trouwen daar. Dat is wel heel bijzonder, wil ik toch wel even melden. Onder een boom, een speciale boom. De boom van de liefde. Dus wil je graag trouwen, maar heb je geen geld voor een duur feest... neem gewoon je geliefde mee en het wordt daar op een bijzondere kunstachtige manier voor je geregeld. Nou, ook dat laat jij even aan je voorbij gaan. Ja. Nou ja, goed, ik weet het niet. Nee. Ja? Oké, okay, ja, dat dacht ik. Ja. Nou, onverwachte romantische actie. Het zijn ook open monumentendagen dit weekend, ook weer met een bijzonder thema. Ook weer met een bijzonder thema. Het thema is op reis en dat heeft de organisatie uitgekozen omdat er elk jaar heel veel vrouwen op afkomen. Heel opvallend is dat. Mm-hmm. Het grootste deel is gewoon vrouwen en ze willen ook weer wat mannen naar die open monumentendagen trekken op deze manier. Dat betekent dat het gaat over reizen, over techniek, over auto's, allemaal natuurlijk van vroeger. Maar dan vraag ik me af, vind je dat leuk? Zou je dan komen? Nou, ik ben altijd wel in historie geïnteresseerd. Maar mijn broer die gaat bijvoorbeeld alleen ergens naartoe als iets met auto's te doen is. Die komt. He? Dus die komt nou wel, denk ik. Nou, kunnen jullie gezellig samen gaan. Ja. Leuk idee. Meer informatie erover en waar je precies allemaal naartoe kan gaan... dan kan je op de website vinden van de Open Monumentendagen. Nadia, dankjewel. Laten we eens kijken wat andere media aan Utrecht nieuws brengen. De naar het kalifaat verhuisde Angela uit Soesterberg, die heeft van zich laten horen, Marie. Ja, zeker weten. Ze zegt, we worden als prinsessen behandeld, de 19-jarige Angela dus, in een telefoongesprek vanuit Syrië met de Telegraaf. Angela hoorde dat ze op de voorpagina stond en belde de redactie. Ze woont nu in een flatje in een stad waar de terreurbeweging IS de dienst uitmaakt. Ze zit daar samen met haar man, te midden van een grote groep Nederlandse en Belgische Syriëgangers. Volgens Angela zijn daar complete gezinnen bij en is van strijd helemaal niets te merken. En ze is eigenlijk ook niet van plan om ooit nog terug te komen, zegt ze. Ja, en dat ze een band met ons land heeft, dat blijkt dan wel dat ze iedere dag, gelukkig zou ik eigenlijk zeggen, met haar moeder belt. Een klein detail, ze heeft wel van alles meegenomen. Ja? Drop, pindakaas, chocolade, pasta, hagelslag enzovoort. Voordat ze uit Nederland wegging? Ja.
sportkranten in binnen- en buitenland. We besteden vandaag aandacht aan het stoppen van Marco van Basten als trainer bij AZ. Privéproblemen na het overlijden van zijn vader zou hem te veel stress hebben bezorgd. Steun krijgt hij ook in Italië, waar hij nog steeds een grote held is. Gazzetta dello Sport heeft prachtige foto's daarbij gezet uit de gloriedagen van Marco bij AC Milan. En op Twitter heeft iemand de oude spelerskaart van de piepjongen van Basten gezet. Hou je taai, held, staat erbij. Marco speelde toen voor UVV en woonde op het Herderplein in Utrecht, zag ik op de kaart. Leuk, hè? Ja, ik vind het altijd wel vervelend om dit nieuws te horen. Maar goed, het RTL 4-programma Syndroom met Johnny de Mol, ja, dat was gisteravond in Soest. Dit is Celeste. Ze heeft een verstandelijke beperking en woont nog thuis met haar ouders. Ja, ze moet tot haar grote verdriet stoppen met paardrijden, omdat ze zwakke knieën heeft. En daarom wil ze graag haar koetsiersbewijs halen. Johnny gaat haar daarbij helpen en overvalt haar in een café, de Lindenhof in Soest. Dat wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. En Celeste traint nu keihard voor het koetsiersexamen. En ja, natuurlijk slaagt ze ook met vlag en wimpel. Ja, we hadden het net al met Nadia over die open monumentendagen. Schoolkinderen in Woerden die mochten vandaag al rondkijken in de mooiste oude gebouwen van de stad daar. Ja, en in welk gebouw mocht onze cameraman mee? Ja. Dat mocht u zeggen waar wij onze verslaggever naartoe zouden meesturen. En dat is het kasteel in Woerden gevonden geworden. Het is een echte blikvanger. Hier zat hij aan de bakker dus. Helemaal donker, hè, want die luiken die waren dicht. Hij had alleen maar een stompje kaars en daar moest hij heel erg zuinig mee doen. Dat de gevangenis waar de historische figuur Jan de Bakker ooit gevangen zat, in het Woerdense kasteel zit, dat wisten de meeste scholieren niet. Eén keer per dag werd door het luikje in de deur het water en brood gebracht. Vandaag leren basisschoolleerlingen in Woerden wat er zich achter de muren van het bekende kasteel allemaal heeft afgespeeld. In de aanloop naar de Open Monumentendag mogen zij alvast een kijkje nemen in de belangrijkste historische gebouwen van de stad. Kinderen fietsen elke dag van huis naar school of waar dan ook heen, fietsen ergens gedachteloos langs. En als ze dan opmerkzaam gemaakt worden op waar ze langs fietsen, dan wordt het ineens een levend iets en dan wordt het ook iets van hun. En daar maak je het leven rijker van. Binnen een kwartier worden de kinderen door het kasteel geloodst. Dus een kanon is hier nooit afgeschoten. Toch hebben ze in die korte tijd wel degelijk wat opgestoken. Nou, vooral over dat, dat de gevangenissen, dat die hier zaten. En ik wist ook niet dat je, want dat hebben we ook op andere plekken gehoord, dat je echt vaak omhoog loopt, terwijl je het niet eens zo heel erg door hebt. Over de, waar de besluiten waren van Nederland, nee van Woerden en Nederland en kasteel. De bedoeling is dat de leerlingen morgen op de Open Monumentendag wat uitgebreider de tijd nemen om de historische gebouwen van hun stad te bezoeken. Dit is gebouwd ter verdediging van die stad Woerden. Deze groep achters zijn enthousiast en willen zeker nog een keer terugkomen. Nou, morgen weet ik niet. Ik weet niet of het dan kan, maar sowieso nog wel een keertje. Met mijn oma dan, want die vindt ook nog wel eens leuk om geschiedenis te doen. Voordat de leerlingen het weten is de rondleiding alweer afgelopen. Ze moeten snel weer door, op naar het volgende monument. Hey, tot ziens. Ad, bedankt. Doei. Hey, doei. Bye, bye. Hoi. Hey, tot ziens. Nou, gelukkig kunnen ze er morgen en overmorgen ook nog terecht. Dan is het Open Monumentendag. Dan de keuzes voor maandag, Marie. Ja, we kunnen onze verslaggever allereerst naar Loenen sturen. Van Varenkorps Oud-Over is op zoek naar nieuwe leden en gaat daarom met een tas vol trombones langs bij basisscholen in het dorp. En wij blazen graag een paar noten mee, of in ieder geval de verslaggever. Aan de rand van de voormalige vliegbasis Soesterberg komt een woonwijk met honderden woningen. Maar ja, wat voor woonwijk wordt dat nou precies? Omwonenden, huizenzoekers, maar ook deskundigen, die mogen daar een week lang over nadenken en op de oude vliegbasis zelf brainstormen. En wij doen graag mee. Of we gaan naar IJsselstein. De gemeente wil dat de historische binnenstad weer prominent te zien is in een skyline aan de rand van het stad dus. Nou, maandag wordt daarmee een begin gemaakt door een oude flat te slopen. Slopen is leuk, denk ik dan toch. En onze verslaggever wil ook daar wel naartoe. Dus muziek voor kids, brainstormen over huizen of slopen voor de skyline van IJsselstein. Kies via rtvutrecht.nl uw favoriete onderwerp. En dat kan tot maandagochtend 9 uur. Een klein drama voor kinderdagverblijf Kiekeboe in Zeist. Met het 20-jarig jubileum in aantocht wilden de Leidsters een groot feest organiseren voor de kinderen. En daar hoort dan natuurlijk het springkussen bij. Maar voordat het opgeblazen kon worden, gingen dieven ermee aan de haal. Kinderopvang Kiekeboe uit Zeist bestaat 20 jaar. En dat is morgen reden voor een groot feest.
Maar het feest krijgt wel een grauw randje. In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de vestiging in de verzetswijk dieven op bezoek. Ze namen een duur springkussen mee, wat het dagverblijf met zelf bij elkaar gespaarde centjes voor de kinderen had gekocht. Nou, hier zijn we op de plek aangekomen waar de aanhanger stond. Hier stond hij, gevuld met luchtkussen en al. En ja, ze hebben alles meegenomen, helaas. De aanhanger stond vast aan de muur met een speciaal slot, maar het hield de dieven niet tegen. Linda kan er maar niet bij dat juist een kindercentrum werd uitgekozen om een slag te slaan. Ze is teleurgesteld, maar... Nou, vooral boos, omdat ik werd vanochtend eigenlijk om 6 uur gebeld van de aanhanger is weg. En eigenlijk hebben we ook gelijk geprobeerd aangifte te doen. De eigenaar die is zelf naar het politiebureau gegaan, nou, die werd weggestuurd van, want het was druk, we hebben geen tijd. Ja, en de tweede is natuurlijk gelijk van, wat moeten we nu gaan doen om in ieder geval te zorgen dat we weer iets nieuws hebben voor het feest. De kinderen weten niets van de diefstal. Ze zijn nog te klein om het te snappen. Grotere kinderen uit de buurt gaan het wel merken. Het hek van het dagverblijf dat altijd open stond, zodat buurtkinderen naar de dieren konden komen kijken, is voorzien van een slot. Heel vaak komen er ook opa's en oma's hier die diertjes voeren met de kinderen. Ja. En dat is dan nu helaas voorbij. Ja. Naast het slot op het hek zet het dagverblijf voortaan ook een bus op de oprit, zodat dieven geen kans krijgen de tweede aanhanger mee te nemen. Het feest gaat morgen ondanks de diefstal gewoon door. Er is als noodgreep een springkussen gehuurd. Ja, de politie vraagt de mensen uit de buurt die mogelijk iets verdachts hebben gezien om zich te melden. Hopelijk komt dat kussen dan toch nog terug. Hoop ik ook. Ja. Naar de streek. Laten we nog even naar het weer voor dit weekend kijken. Dat ziet er goed uit. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking. Hier en daar ontstaat een mistbank. Het doet af naar zo'n 12 graden. En morgen trekken er wolkenvelden over. Maar de zon is ook geregeld te zien. Bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 21 graden. Dan zondag. En de dagen daarna rustig na zomermeer met aardig wat zon en een kleine kans op een bui. De temperatuur 21 graden en loopt geleidelijk op richting de 23 graden. Ja, dat is lekker genieten, hoop ik dan maar. Het zit er voor ons op. U kunt voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app terecht. Vandaag is morgen, wat zei ik nou? Morgenochtend is het weekoverzicht. Ja, morgenochtend zijn we er weer. En om 5 uur is er dan ook weer een u vandaag. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Ja, maak er wat van. Dag.